6000 megawatt is een hoge ambitie als je kijkt naar 2020. Met name 700 megawatt per jaar. Als je kijkt naar procedures, ruimtelijke ordening, het draagvlak, alles eromheen, dan schat ik in dat dat een te hoge opgave is om te kunnen realiseren. Wij dragen ons steentje wel bij hier. De taakstelling die wij gekregen hebben, daar gaan we aan tegemoetkomen, zo ver mogelijk er proberen vorm aan te geven. Dat wordt 260 megawatt van de 735 in de provincie Zuid-Holland. Ja, je kijkt natuurlijk toch naar andere gebieden en dan zie je dat windrijke gebieden natuurlijk het eerste voor de hand liggen. En daar heeft men ook zorgvuldig naar gekeken. Dus ik begrijp wel dat het Rijk en de provincie heel sterk naar ons gebied kijken. Maar ik roep toch ook op om anderen niet uit te zonderen. Je wil als gemeente over je eigen gebied gaan. En met name bij zo'n gevoelig thema. En ik heb geconstateerd dat veel projecten die windenergie betreffen ook veel weerstand of veel meer weerstand oproepen wanneer je als Rijk en provincie eroverheen dendert. Ja, de belangrijkste opgave voor de windsector is, als het windsector zelf betreft, natuurlijk het realiseren van megawatts op diverse plaatsen. Wij kijken vooral naar ons gebied. En de windsector heeft natuurlijk ook een belangrijke plaats daar waar het gaat om draagvlak creëren. Dat kunnen we als gemeente niet zelf. Men zal ook gewoon heel creatief ermee om moeten gaan daar waar het de plaatsing van windmolens in het gebied betreft. En natuurlijk heb je formele procedures. De planmer die weegt natuurlijk wat de beste locaties zijn, waar het beste zou kunnen. Maar soms moet je ook gewoon kijken van nou, als er meer gebieden zijn, hoe ga je daar dan mee om? Ja, kijk, windenergie is toch een energieopwekkingsvorm die heel snel resultaat laat zien daar waar het de doelstelling van CO2-neutraal, meer duurzame energie opwekken. Datgene wat in de akkoorden op rijksniveau gesloten is. En daar zie je dat het Rijk heel sterk op focust. Ik roep wel op om ook alle andere vormen van duurzame energie meer in samenhang te zien en niet te verkoken te werken. Ja, ik denk dat het enorm belangrijk is dat ook de markt kennis neemt, ook van andere vormen van het aanvliegen van windenergie. Samenwerking is de sleutel, absoluut.